Dank u wel, voorzitter. Vanavond hebben we het bij dit agendapunt over de duiding van de verkiezingsuitslag, het formatie- en informatieproces en het akkoord dat de vier partijen met elkaar hebben gesloten. Over al deze vier zaken zou ik veel willen zeggen. Op sociale media en in de pers hebben we ook al de nodige kritische noten gekraakt. Over het advies bijvoorbeeld van de informateurs en de keuzes in het formatieproces. Gezien mijn beperkte spreektijd zal ik mij echter beperken tot een reactie op het nieuwe beleidsakkoord. Ik wil echter wel eerst middels een motie een voorstel doen om gezamenlijk als raadsfracties het informatieproces te evalueren. En daar met het oog op de toekomst lessen uit te trekken. In de publieke uitlatingen van partijen is namelijk erg wisselend gereageerd op de aard van het informatieproces. Van lovend tot negatief. Het lijkt ons goed om het daar met elkaar over te hebben. Dan nu over het akkoord zelf. Het mogen duidelijk zijn dat het niet het akkoord van partij Sleutelstad is. Maar we willen vanaf deze plaats desalniettemin GroenLinks, D66, PvdA en CDA feliciteren met het door hun bereikte akkoord. De achtergrond waarin wij dit akkoord moeten zien is de steeds grotere kloof tussen het stadhuis en grote delen van de samenleving. En een onder druk staande bestaanszekerheid. Bij de afgelopen verkiezingen was de opkomst historisch laag. En in verschillende wijken dreigen mensen massaal af te haken. Van het nieuwe stadsbestuur hadden we dan ook een groot offensief verwacht. Om de kloof tussen gemeente en Leidenaar te dichten. Om bruggen te bouwen en kanalen te graven. Grote ambities om de inspraak en zeggenschap van Leidenaar te vergroten. Kroonjuwelen. Dat zien we echter niet terug in het coalitieakkoord. We missen de erkenning dat Leidenaren aan het afhaken zijn. En de urgentie om daar wat aan te doen. Het is vooral meer van hetzelfde. Op het vlak van participatie en inspraak lijken we vooral voor te gaan modderen op de oude weg. Terwijl de afgelopen jaren het bij participatie en inspraak steeds keer op keer tot onvrede en conflicten heeft geleid. Wat we daar overigens wel goed vinden is dat het nieuwe stadsbestuur de eerder aangenomen motie van partij Sleutelstad voor een burgerberaad over de energietransitie gaat uitvoeren. Maar dat beperkt zich slechts tot één onderwerp. Er is meer nodig. Bijvoorbeeld op het vlak van de participatie bij bouwprojecten. De voorgaande jaren stonden niet bewoners, maar projectontwikkelaars centraal. En dat heeft tot veel onvrede en conflicten geleid. De afgelopen weken hebben we in de commissie SO allemaal de voorbeelden mogen horen. Wat ons betreft zou de uitvoering van participatietrajecten niet aan projectontwikkelaars uitbesteed moeten worden. Die hebben zelf immers een belang. Maar zou de gemeente de regie hierover moeten nemen. En participatie zou zich nooit mogen beperken tot de kleur van de wipkip of het soort struiken. Maar juist over de bepalende elementen van een project moeten gaan. Wij dienen daarom een motie in waarin wij dus de uitvoering van participatie weer zoveel mogelijk bij de gemeente leggen. En roepen ook het college op om juist over belangrijke zaken als het volume en de hoogte bewoners mee te laten praten. Dan bestaanszekerheid. Die staat voor veel Leidenaren ontzettend onder druk. Door de exploderende energiekosten, de bizar hoge huren, de boodschappen die nog steeds duurder worden. Maar ook door de bijdrage van het vorige college. Door zowel de lokale lasten te verhogen als forse bezuinigingen in het sociaal domein uit te voeren. We schrokken dan eerlijk gezegd toch wel een beetje toen we de paragraaf over het sociaal domein lazen. Want daarin wordt gezegd dat het beleid van het vorige college zou worden voortgezet. En wat ons betreft hadden die bezuinigingen gewoon van tafel gemoeten, weer teruggedraaid moeten worden. En zouden bijvoorbeeld ook de budgetplafonds in de jeugdzorg, daar zou een streep door moeten gaan. Leidenaren hebben niet voor niks in grotere getalen dan ooit op sociale partijen gestemd bij de afgelopen verkiezingen. Maar wat krijgen we? Om haar plannen te financieren gaat het nieuwe stadsbestuur de lokale lasten weer verhogen. Ook de Leidenaren die net boven de bijstandsnormen zitten mogen meebetalen. Mag ik dit nog even afmaken? Want ik wilde zeggen, in een tijd dat alles duurder wordt en steeds meer mensen moeite hebben om het einde van de maand te halen, is het nog verder verhogen van de lokale lasten echt onverkoopbaar voor ons. En daar kunnen we als partij Sleutelstad dan ook echt niet mee instemmen. Interruptie, meneer Olten, Partij van de Arbeid. Ik hoorde de heer Vos net zeggen dat hij aan de ene kant miljoenen extra nog weer aan het sociaal domein had willen uitgeven en aan de andere kant de last had willen verlagen. Hoe was de heer Vos dan tot een sluitende meerjarenbegroting gekomen? Meneer Vos. Dank u wel. Lastenverlaging heb ik niet genoemd. Dat zou wel fantastisch zijn. Maar wij zien ook wel dat de financiën van de stad spannend zijn. Maar we zouden zeker de lasten en zeker de afvalstof en die rioolheffing niet moeten verhogen, want dat betaalt elke Leidenaar. En wat betreft uw vraag, welke financiële keuzes zou partij Sleutelstad dan maken? We hebben bijvoorbeeld in het verleden hebben we vaak aangegeven dat wij juist in die grote investeringen die worden gedaan, die investeringsagenda van 1,2 miljard, dat we daar scherpere keuzes in hadden willen maken. We hebben altijd benadrukt dat wat ons betreft de Leidse Ring Noord er niet had mogen komen. Maar wij zien bijvoorbeeld ook mogelijkheden om bijvoorbeeld op het portefeuille economie het een tandje minder te doen. Het is een belangrijk onderwerp, maar sommige zaken zijn belangrijk, zoals het sociaal domein of veiligheid.
Zet uw betoog voort, meneer Vos. Ja, dank u wel. Dus wij zullen niet instemmen met die verhogingen. Gelukkig is het niet alleen maar kommer en kwel. Want wij willen eigenlijk ook nog wel met een positieve noot eindigen. Want wij zien ook een aantal mooie voorstellen. Namelijk dat er meer BOA's komen. Maar ook bijvoorbeeld dat er een actieve aanpak komt om energiearmoede te bestrijden. En wat ook heel mooi is, is het hoofdstuk over betaalbaar bouwen. Dat verdient een compliment. Bij nieuwbouw moet 70% van de woningen betaalbaar zijn. 35% sociaal en 35% middensegment. Het verkopen van sociale huurwoningen wordt tot een minimum teruggebracht. En er komt een opkoopbescherming. Heel goed. Wij willen hier echter wel nog een aanscherping aanbrengen. Want in Leiden is namelijk een groot tekort aan betaalbare koopwoningen. Zelfs met een dubbel modaal salaris is het nauwelijks mogelijk om een geschikte koopwoning te vinden. Daarom dienen we samen met de VVD en met Studenten voor Leiden een voorstel in dat vraagt om binnen het middensegment ook een minimumpercentage betaalbare koopwoningen aan te wijzen. Ik ben benieuwd straks naar de reacties en naar de stemmingen en daarvoor wil ik het hierbij nu laten.